Hey, leuk dat je weer kijkt. Vandaag gaan we het hebben over je achtergrond in je foto of in je video. Je kunt natuurlijk gewoon gaan voor kleuren, je kunt gaan voor prints, voor doeken, structuren. Maar je kunt ook gewoon spelen met je licht. Nou, in deze video ga ik jou laten zien wat je kunt doen met alleen licht op je achtergrond. Nou, wat we hier hebben gedaan, we hebben een achtergrond gebruikt, een papieren rol, grijs in dit geval. En wat we eigenlijk doen is gewoon jou laten zien wat je kunt doen met licht. Door te spelen met de intensiteit van je lamp kun je dus eigenlijk de grijze kleur donkerder en lichter maken. En heb je een hele krachtige lamp, dan kun je dus zelfs helemaal naar wit. En je kunt natuurlijk ook spelen met kleur. Dus wat we hier hebben gedaan, we hebben onze nieuwe RGB-led erop gezet. Dan is het kwestie van gewoon aanzetten. Even de intensiteit aanpassen naar wat jouw wens is natuurlijk en wat de lichtomstandigheden zijn. Ja, en dan is het eigenlijk gewoon je hue-waarde instellen en daar heb je je kleur. En zo kun je eigenlijk dus met één achtergrond en een RGB-led allerlei gekleurde achtergronden maken. Wat dacht je bijvoorbeeld hiervan? We hebben onze nieuwe Fresnel Lens Mount gebruikt. Een mooie spot krijg je dan op de achtergrond. En zo kun je dus ook nog hele mooie effecten krijgen. Je kan een mooie spot creëren. Zet je hem wat schuin, dan krijg je net even een andere vorm. Hartstikke leuk. Ja, dit zijn dus eigenlijk wat simpele creatieve manieren om toch te spelen met je achtergronden. En ook even wat te experimenteren. Van hey, welke kleur of wat voor structuurtje, wat voor vorm past eigenlijk bij jouw beeld. En natuurlijk hebben we een link naar alle producten die we in deze video hebben gebruikt onderin de beschrijving van deze video staan. Dit was alweer de video van vandaag. Bedankt voor het kijken. Abonneer even op ons kanaal om op de hoogte te blijven. En tot de volgende keer.